Yo, Jaraski hier, pakken wij natuurlijk weer een nieuwe dag hier op onze boerderij in Farming Simulator 2022. We hebben een hele drukke dag voor de boeg, dus heb je er nou zin in? Ram natuurlijk zijn keihard blijven, zou ik super gaaf vinden. Bedankt allemaal voor het intunen, bedankt allemaal voor de support. En als we naar ons land lopen, dan zien we ten eerste dat de sojabonen klaar zijn om geoogst te worden. Dus daarvoor moeten we natuurlijk de combine pakken, dan kunnen we er overheen scheuren en alle sojabonen gaan opvangen. Maar, als we naar het andere land toe lopen, dan zien we ook dat onze tarwe heel rustig aan het groeien is. En als we het beste op dit moment de tarwe kunnen gaan bemesten, zodat ze beter kunnen groeien, sneller kunnen groeien en zodat natuurlijk de opbrengst uiteindelijk hoger wordt. Maar voordat we dat gaan doen, wil ik eerst een kippenren gaan bouwen. Want kippen zijn namelijk heel erg makkelijk te onderhouden. Het enige wat ze nodig hebben is eten. En nu is het zo dat we natuurlijk tarwe aan het verbouwen zijn. Dus die tarwe kunnen we uiteindelijk gaan geven aan de kippetjes. Alleen voor nu is dat nog aan het groeien. Dus voor nu moet ik daadwerkelijk even tarwe gaan kopen in de winkel. Maar ik vind dit zelf een hele, hele mooie plek ervoor. Dus we gooien die gewoon neer. Dat is serieus een mooie plek ervoor, joh. En dan kopen we natuurlijk de diertjes. Nu is 1 haan wel handig om te kopen. 6 euro. 5 euro voor de haan. 1 euro voor vervoerskosten. En die is gekocht. Er kunnen in totaal 30 kippetjes in. Dus laten we gewoon gaan voor 14 kuikentjes. Die moeten dus nog groeien. Oftewel, ze produceren een aantal maanden nog geen eieren. Maar laten we daar gewoon 14 van ingooien. Kopen maar 84 euro. Die zijn namelijk heel erg goedkoop. En dan kopen we ook nog 15 volwassen. Dat kost 825 euro. Want die produceren namelijk meteen vanaf deze dag eieren. En die eieren kunnen we natuurlijk gaan verkopen voor winst. Voor nu is de investering, want we hebben redelijk wat euro's erin gestoken. Maar uiteindelijk levert het natuurlijk alleen maar geld en alleen maar geld op. Dus hallo jongens! Alles goed? Oh, eigenlijk meisjes. Hallo meisjes! Alles goed? dan moet ik natuurlijk wel even wat tarwe gaan kopen. Bij de Big Bag Pallets staat hier daadwerkelijk tarwe. 1500 euro. Ik hoef er wel maar één van te kopen. Want als eenmaal onze eigen tarwe is gegroeid, dan kunnen we dat natuurlijk gewoon meteen in die kippenren gooien. Dus voor nu kost het wat geld. Zometeen hebben we onze eigen tarwe, slaan we gewoon op en dan hebben we onbeperkt eten. Als we gewoon ook constant weer nieuwe tarwe blijven kweken natuurlijk. Daarnaast, dat staat nu gewoon bij de shop op ons te wachten. Daarnaast wil ik ook nog een broeikas gaan neerzetten. We hebben de keuze uit eentje van 3000, eentje van 5000 of eentje van 10.000 euro. Nu is die van 10.000 euro wel meteen echt een joekel. Maar, wacht, hij gaat hier wel perfect passen. Het is meteen een joekel. Misschien is het handig om eerst even klein te beginnen met eentje van 5000 euro. Dat is ook namelijk al een hoop geld. En dan kunnen we die het beste, dan moet ik even kijken, zo neerzetten. Even op een mooi hoekje van het veld. Ietsje draaien nog. Boom! En daar staat hij hoor. Het enige wat namelijk een kas nodig heb, is water. En dan kan je natuurlijk uiteindelijk tomaten, sla of aardbeien in verbouwen. Dan hebben we nog wel een manier nodig om het water bij de kas te krijgen. Dus als we naar de dierengereedschappen gaan, dan hebben we hier een aantal verschillende watertanks. De duurste is 68.000 euro. Er kan wel 32.000 liter in. Alleen zoveel hebben we niet nodig. Dus we kunnen misschien wel gaan voor de goedkoopste of eentje daarboven. Het prijsverschil is 5000 euro, maar uiteindelijk, we kunnen nu wel investeren in meteen een ietsje grotere. Want er past namelijk 6000 liter water in. Dus laten we daarvoor gaan. We kunnen de velgkleur aanpassen. Kijk, kijk, kijk. Zwart. Let's go, I like it. En dan kunnen we die gewoon kopen, dan wordt die ook bij de winkel afgeleverd. En dan kunnen we eigenlijk alle spulletjes gaan ophalen. Ik heb de trekkers netjes geparkeerd voor de nacht. En nu is natuurlijk de vraag, pakken wij de Zondeer of pakken wij de Nieuw-Holland? En jullie weten de keuze. Ja, ja, we gaan voor de Zondeer. Dus start de motor. Dan kunnen we gas gaan geven. En dan heb ik natuurlijk wel even de voorlader nodig. Want met die voorlader kunnen we die pallet met tarwe meenemen. Dus die koppel ik meteen even aan. Dan leggen we ons gewicht er gewoon naast. Dan kunnen we die mooi hier in het gras droppen namelijk. Hoppatee, die ligt daar mooi. Dan sluiten we meteen de voorlader aan. De reden waarom ik dat gewicht niet meeneem is omdat die pallet wel echt mega zwaar zou zijn. Dat is namelijk rond de 1500 liter. En met dat gewicht en met die pallet is het gewoon te zwaar voor de trekker. Dus we rijden die kant op. En terwijl we die kant op rijden, wil ik jullie ook heel erg bedanken voor de support op de allereerste dag van ons Farming Simulator avontuur. We weten natuurlijk nog niet echt alles van het boerenleven. We leren ook
terwijl we gaan. Maar jullie support was super awesome. En jullie tips waren ook super awesome. En de vraag kwam ontzettend vaak op Discord, op Twitter, in YouTube, overal, of we vaker Farming Simulator kunnen gaan uploaden. Dus wil je het nou vaker zien, een aantal keer per week, ram dan natuurlijk zo kei, maar ik echt keihard op die like, want hoe meer duimpjes, hoe vaker we het kunnen gaan uploaden. Dus bedankt allemaal voor de support, bedankt allemaal voor het intunen, bedankt allemaal voor de tips. En hoe vaker jullie op dat duimpje mogen rammen, hoe vaker we de serie kunnen gaan uploaden. Nu komen we rustig aan bij de shop, dus we doen ons knipperlichtje uit. En dan gaan we eens even kijken hoe we dit kunnen gaan meenemen. Die pallet kunnen we gewoon sowieso met onze vork gaan optillen. En dat tankje moeten we natuurlijk gaan bijvullen bij een watermeerrivierplekje. Hoppatee. Die is opgetild. Even netjes op de vork geschoven. Dan kunnen we deze natuurlijk meteen aankoppelen. En volgens mij, want ik zie al op de kaart namelijk, zit er gewoon water hier naast ons. Ik doe wel mijn zwaailicht even aan, want we hebben nu een zware lading voorop hangen. Dit is ook niet het veiligste overigens om te doen. Alleen dat water, dan moet ik zo meteen naar links afslaan. Het ligt letterlijk gewoon op de route, dus dat is ideaal. En dan kan ik daar meteen die tank gaan vullen namelijk. Het is wel een mooi tankje, moet ik zeggen. Dus dan moeten we hier naar links. Komt geen verkeer aan volgens mij. Ik zie ook helemaal niks meer. Nee, er komt niks aan. Ik zie helemaal niks, joh, met dat ding hier voorop. Ik kan het beter even wat hoger tillen, denk ik. Kijk, nu zien we wel wat. Dat is beter. En dan bevindt het water zich hier achter deze bosjes. Dus als ik dan heel eventjes hem erachteruit insteek, dan kunnen we die tank gaan vullen. Oh, dit is wel even een beetje tricky. Dat loopt ook niet heel soepel. Maar, ja ja, mobiele watertank bijvullen. Kijk. We zuigen het water op. Je ziet het aantal liter optellen, optellen, optellen. En er gaat natuurlijk 6000 liter in. Ik weet niet precies hoeveel liter we nodig hebben voor die broeikas. Maar we hebben nu wel gewoon meer dan genoeg meegenomen. Ojo, dat hellinkje daar. Dus dan gaan we terug naar onze boerderij. En dan kunnen we de kippen gaan voeren. En de broeikas van water gaan voorzien. Ik merk meteen terwijl we hier op de weg rijden dat het echt wel een zware lading is. Want onze hele trekker die hangt ook over in de bocht, joh. Dus ik doe het wat rustiger aan dan normaal gesproken. Maar dan zet ik dat tarwe denk ik gewoon voor de kippenren neer. Want op het moment dat het eten dan op is, wordt het automatisch bijgevuld. Dus, hey kippetjes! Alsjeblieft! Het wordt ook al aangevuld. Hij is al aan het leeggaan namelijk. Zo, daar gaat veel eten in. Wajo! Woe! We hebben nog maar 300 liter over. Maar ik laat hem hier gewoon staan. Als ze dan eten, dan wordt het gewoon automatisch namelijk meteen bijgevuld. Kan je ook nog losgaan, vriend? Uh-oh. Oh, we hebben hem ook niet aan de goede kant. Oh, nee, we hebben die pinnen. Die hebben we letterlijk door het hele stukje ijzer geboord. Uh-oh. Krijgen we hem nog los? Ja, we krijgen hem los. Hoppa! Oké, het is gelukt. We kunnen die pallets beter volgende keer via de zijkant oppakken, zoals je merkt. Dan moet ik nu heel eventjes mijn stuurkunsten gaan gebruiken, want die voorlader staat namelijk in de weg. Dus ik stuur hem via de zijkant er langs. En dan moet hij achteruit naar die broeikas. Nog een stukje naar achter. Zo dichtbij mogelijk. Hoppatee. En dan kunnen we gewoon gaan legen. En dan komt er nu daadwerkelijk water in die waterton te zitten. En zo, er gaat ook veel in. Woehoe! Hij is bijna leeg al. We hadden misschien toch beter een grotere kunnen kopen. Jongens. Er is letterlijk 6000 liter meteen ingegaan. Ik heb zo'n gevoel dat we deze vaak moeten gaan bijvullen. Maar als we nu de deur gaan openen, kijk eens aan, dan kunnen we hier gaan kiezen wat we willen gaan produceren. En we hebben de keuze uit tomaten, sla of aardbeien. En ik denk persoonlijk dat het makkelijkste is om mee te beginnen tomaten is. Dat kost namelijk het minste water. Sla, dat kost al veel meer water. Aardbeien, oeh, aardbeien kost ook wel weinig water. Laten we gewoon beginnen met tomaten. Dan zien we vanzelf wel wat er gaat gebeuren. Hoeveel het daadwerkelijk produceert. Wel weer de deur dicht doen natuurlijk. En hetzelfde geldt voor de kippen. We laten het gewoon even voor nu allemaal zo staan. We zien vanzelf wanneer er eieren
even kijken, hier komen te staan. En dan kunnen we die natuurlijk gaan opslaan. Dan kunnen we die uiteindelijk gaan verkopen. En als we ook naar de prijzen kijken, want we zitten op dit moment namelijk in oktober. En we hebben natuurlijk die koolzaad en we hebben natuurlijk die sorghum in onze silo zitten. Maar ik heb iets nieuws ontdekt, dankzij jullie tip, dat we ook naar de prijsschommelingen kunnen gaan kijken. En dan zie je automatisch dat het koolzaad het meeste oplevert in december. En dat de sorghum het meeste oplevert in januari. Dus dat zijn eigenlijk ook de maanden waarop we dat moeten gaan verkopen. Voor nu is het gewoon veilig. Voor nu is het gewoon netjes in de silo gestopt. Dus we kunnen het ook daadwerkelijk bewaren. Maar dan moeten we wel de maanden in de gaten houden. Want wanneer het dan december is of januari is, dan moeten we dat gewoon gaan verkopen. Maar de broeikas staat, de kippenren staat. Dus dat gaat nu gewoon allemaal automatisch. We hebben ook de benodigdheden. En dan kunnen we ons sojabonenveld gaan oogsten. Dus we pakken natuurlijk de combine erbij. Instappen maar. Meteen ook uitklappen. En dan kunnen we weer het echte werk gaan doorzetten. En ik wil eigenlijk ook meteen even kijken, als we nu toch de prijs hebben vergeleken, hoeveel en wanneer de sojabonen het meest opleveren. Oei! Ja, dat is in juli. Oké, die moeten we dus echt wel lang gaan opslaan. Want als we het nu gaan verkopen, dan maken we gewoon verlies. Dat is echt, echt bizar laag op dit moment de prijs. 1800. Het ziet er veel uit, maar waarschijnlijk als we gewoon een paar maanden wachten, dan levert het nog veel, maar ook echt veel meer op. De maaier is aangekoppeld. En dan gaan we weer beginnen. Er staat wel hier en daar wat onkruid tussendoor, dus dat is uiteindelijk wel van toepassing natuurlijk op de opbrengst. Alleen dat gaan we er nu niet meer tussenuit kunnen vissen, dat is eigenlijk al te laat. Dus zet hem maar aan. Hoppatee. En dan gaan we aan het werk. Het is een relatief klein veldje, zoals je ook kan zien. En dan gooien we gewoon de cruise control op 10 km per uur. En dan kunnen we heel rustig dit veldje op deze manier afmaken. We hebben nu al 200 liter sojabonen, dus het levert op zich wel redelijk wat op. En we gooien dit gewoon in de silo, we slaan het gewoon weer op. En als de prijs dan op het hoogste is, dan kunnen we natuurlijk gaan verkopen. Dat is de slimste manier om het op dit moment te doen. Nu is het wel zo, mochten we op een gegeven moment echt, echt, echt geld nodig hebben, dan kunnen we het altijd natuurlijk verkopen tegen wat lagere prijs. Maar dat is niet waar ik naar uitkijk. Dat was een mooi lijntje. Ik moet je wel zeggen, ik ben nu nog heel erg blij met deze kleine, kleine veldjes. Want het oogst duurt niet heel erg lang. En onze machines zijn natuurlijk ook nog heel erg klein. Uiteindelijk, als we hier een maaier op kunnen zetten van 8 meter, dan gaat het natuurlijk vele malen sneller. En dan kunnen we automatisch ook een veel groter veld veel sneller oogsten. Alleen voor nu moeten we het doen met een maaier van, wat zal dit zijn? 4 meter, denk ik? 3 meter? Ik heb geen idee hoe groot deze precies is. Ik kan het wel even snel checken, want we kunnen natuurlijk al onze machines bekijken. Deze topliner is 6 meter in breedte. Maar uiteindelijk, als we een grotere combine kopen, kan er automatisch ook een grotere maaier op. En terwijl ik nu... Sorry jongens, terwijl ik nu letterlijk aan het checken was hoe groot onze maaier was, heb ik een heel lijntje gemist. Ja, ik ga het wel meenemen, want dat is allemaal geld. Geld laten we niet staan, dus we nemen het gewoon even snel mee. Want dat is natuurlijk zonde. Je ziet ook nog altijd onkruid ertussen staan. Nu is het wel zo, in de andere velden groeit op dit moment geen onkruid. We moeten dat wel tegelijk in de gaten blijven houden. Want als we er namelijk vroeg bij zijn, dan kunnen we er nog iets aan doen. Als je er later bij bent, dan moet je natuurlijk gaan spuiten. Dan moet je helemaal moeilijk gaan doen. Dan moet je ook machines kopen die veel, veel duurder zijn. Dus we houden het gewoon op deze manier in de gaten allemaal. En dan hoop ik dat we dat laatste randje in één keer mee kunnen nemen. Maar ik heb zo'n gevoel dat ik nog twee keer heen en weer moet, als ik eerlijk ben. Ja, dit is te breed. We moeten er nog één keer heen en één keer terug. En dan zijn we alweer klaar met dit veldje. Zet hem maar weer aan. Hoppatee. Ah, net niet, hè? Nee, net niet. Goh, ja, ik moet nog één keer. Haha, dat is altijd zo, zo ontzettend jammer. Het kost net weer iets meer tijd. Maar we komen er uiteindelijk wel. En we gaan wel gewoon alles meenemen. We gaan niks laten staan. En dan dumpen we dat weer in de silo. En dan moeten we heel even gaan checken. Want ik moet natuurlijk mest gaan strooien. Kunstmest in dit geval. Alleen dan moet ik natuurlijk wel die kalk die nog in die machine zit, die moet ik even gaan legen. Want anders past die kunstmest er namelijk niet in. Dus dat wordt ook nog wel eventjes een dingetje. Dan maken we eerst dit af. Dan gaan we daarna weer door naar de volgende job. En zo zie je maar, je bent constant, maar ook echt constant bezig met dingen. Je wil investeren in de broeikas en in de kippenren. Maar uiteindelijk moet je het normale werk ook nog doen. Want als we niet op tijd oogsten en we wachten een maand of we wachten een dag of we wachten
hoe lang dan ook, dan kan het natuurlijk ook helemaal bedorven zijn. En dan levert het helemaal niks meer op. Dan kunnen we het niet eens meer oogsten. Wat gewoon alles vergaan is. Dus dat moeten we ook in de gaten houden. Als we kunnen oogsten, moeten we ook snel oogsten voordat we te laat zijn. Maar hier zijn we klaar mee. Dus we kunnen de combine weer netjes hier neerzetten. Ik laat die meiden gewoon aanhangen, by the way. Ik hoef hem niet steeds op die trekker te leggen. De pijp gooien we eruit. Dan pakken we snel de New Holland trekker uit de garage. En dit is eigenlijk wel ideaal, want we hebben natuurlijk twee kleine trekkers gekocht. Er zit niet heel veel pk in. Maar voor nu is het ideaal, want de zondeertrekker die staat er gewoon rustig te chillen. En dan kunnen we het een beetje op die manier afwisselen. En de aanhangwagen is hier natuurlijk netjes aan de zijkant geparkeerd. Hop, aangekoppeld. Meteen het afdekcel even openmaken. En dan gaan we gewoon naast de combine staan. Het is wel zo dat de motor moet draaien. Wil die ook daadwerkelijk de zaadjes kunnen afleveren. Dus ik ga heel even de motor starten. En kijk, dan gaat het meteen in de bak. Is die rustig aan het vullen op deze manier. Er zit niet heel veel in. Dus ik hoef ook niet op te letten waar het erin gaat. Gewoon erin pleuren. En dan is die alweer leeg. Dat was het alweer. Zo gaat dat. Pijp in. Kunnen we meteen ook inklappen. Dat is namelijk wel handig. En dan zetten we de motor uit. Zetten we hem daar geparkeerd. En dan gooien we meteen ook deze sojabonen in de silo. Deze moeten we echt wel gewoon een paar maanden gaan bewaren. Want de prijs is op dit moment zo, maar ook echt zo ontzettend laag. Dat het niet eens waard is om er naartoe te rijden. Misschien is de benzine nog wel duurder dan uiteindelijk de opbrengst. Oh. Oh nee, die dubbele as. Oh nee. Deze kant op, hè? Ja, 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 ja. Oké, zo staat hij wel goed. Ik vind het helemaal mooi. ik vind het zo jammer dat we met een dubbele as hebben gekocht. Ik ga deze serieus een keer verkopen. Ik maak er geen grapje om. Want het is echt... Bouwt gewoon zo'n dubbele draaias. Dat is gewoon echt niet fijn. Maar hij is gelegen. Het is ons gelukt. Dan zet ik meteen weer even niks op zijn plek. Dan houden we de boerderij ook netjes. Je kan overal wel al je spullen gewoon neergooien. Je kan wel dat daar gooien, dat daar niet gooien. Maar ik hou wel van een beetje een opgeruimde boerderij. Dus vandaar ook dat ik het weer netjes op zijn plek zet. Even niks naast de garage inparkeren. Afkoppelen. En dan is dat dat. Dan kunnen we meteen beginnen aan de volgende taak. En dat is de kalkmachine of de mesmachine. Ik weet niet hoe. De verspreider. Kunnen we namelijk even gaan legen. Waar kan ik het beste die pallets neerzetten? Dat is even de vraag. Misschien wel hier gewoon naast de boom. Hoppatee. Want ik kan hem namelijk heel simpel even kijken hoe dat moet... legen door hem te lossen. En dan... Oh, ze zijn daar neergezet. Nou ja, op zich, dat is wel midden op de weg eigenlijk. Ja, ik ga die wel even verplaatsen. Hij heeft letterlijk die pallets midden op het weggetje gezet. Dus die gaan we heel even optillen en even op een nette plek neerzetten. En die kalk kunnen we natuurlijk later, mocht het land weer kalk nodig hebben, kunnen we die gewoon weer ophalen. Dus we bergen het voor nu gewoon eventjes netjes op. En we hebben nog niet echt een garage. Ik zou nu wel kunnen investeren overigens in een hele mooie, dure, grote garage. Maar dat is totaal niet waar. Dus ik laat de meeste spullen gewoon nu buiten staan. Dat kan ook makkelijk. En ik heb een veer... Oh, ik heb een veer via de verkeerde kant opgepakt. Ik moet dat echt gaan leren. Hij staat wel netjes. Ik moet ze namelijk via de zijkant oppakken. Dat is via hier. Want hier heb je echt daadwerkelijk die gaten... voor je vork. Kijk, hop, dat is veel makkelijker. En dan gaat hij waarschijnlijk ook makkelijker los. Ga ik hem er bovenop zetten? Ga ik stoer proberen te doen? Jawel, toch? We hebben zoveel ruimte. En dan ga ik moeilijk doen door hem er bovenop te zetten. Het is eigenlijk... weer niet slim, hè? Maar het is me wel gelukt. Ja, ja. Het is niet heel erg netjes... maar het is me wel gelukt. En dan is dus de verspreider op dit moment leeg. Wat ik dan moet doen is ik moet wel even kunstmest gaan ophalen. Want dat hebben we namelijk nog niet gekocht. En dan kunnen we eventjes het land gaan bemesten. Voor natuurlijk de tarwe groei. Terug bij de winkel aangekomen. Ga ik meteen eventjes de mest kopen. En dan moet ik wel de goede kopen. Want anders is het echt verspilling van het geld. Kunstmest. 1920 euro voor 1000 liter. Ik weet niet precies hoeveel we nodig hebben. Dus voor de zekerheid... koop ik er meteen twee. Nu is natuurlijk het dingetje, het is en blijft kunstmest. Mochten we uiteindelijk een koeiengebouw neerzetten,
Dan hebben we natuurlijk gewoon echte mest die we kunnen gaan verspreiden. We hebben wel weer allemaal andere machines voor nodig. Maar voor nu moeten we het helaas hiermee doen. Want we hebben nog geen koeien. We hebben eigenlijk alleen maar kippetjes. En die produceren nou niet echt mest. Ze poepen wel. Maar dat is niet zoveel dat we daadwerkelijk op het land kunnen verspreiden. Dus 2000 liter kunstmest. En dan hoop ik dat dit genoeg is voor die twee landjes die we hebben. En het is ook nu een beetje experimenteren hoeveel hebben we nodig. Levert het uiteindelijk ook genoeg op? Want de opbrengst wordt hoger als je het natuurlijk bemest. Alleen, hoe staat dat tegenover elkaar? Is het die 3800 euro die ik nu heb verspild aan kunstmest, is het dat waard waardoor uiteindelijk de opbrengst meer dan 3800 euro is? Dus dat moeten we allemaal een beetje in de gaten blijven houden. Maar ik denk wel dat het waard is om minimaal één keer te bemesten. Je kan het vaker doen, twee keer. Drie keer is een beetje overbodig. Maar één keer is het sowieso wel waard. De buurman die gaat ook lekker met zijn land. Goed bezig, jongen. Goed bezig. Ik ga later dat land wel van je overkopen. Dan kan je met pensioen namelijk. En dan gaan we meteen even beginnen met het bemesten. Het land op. En aanzetten maar. Kijk, het ziet er precies hetzelfde uit als de kalk. Maar het is mest. En omdat het natuurlijk kunstmest is, is het ook allemaal van die korrels. Ik denk ook maar dat we er twee keer overheen moeten. Dus één keer heen. Hop, uitzetten. En één keer terug. Want hij gooit het echt wel gewoon alle kanten op namelijk. Dus we hebben wel echt een goede verspreider. Kijk maar. Dit is genoeg. Kijk hoe ver die het verspreidt. Joh. Eén keer heen, één keer terug. En dan ga ik wel even uitstappen. Even kijken of het daadwerkelijk heeft gewerkt. Hop. Want dan kunnen we namelijk heel makkelijk bekijken door te checken. Ja, 50% bemest. En de opbrengstbonus is op dit moment plus 73%. Dat is echt heel erg hoog. We zouden het land nog kunnen walsen. Maar het is nu al gegroeid. Dus als we het nu gaan walsen, dan maken we meteen de tarwe weer kapot. Dus dat is sowieso niet handig. Walsen moeten we misschien doen voordat we gaan inzaaien. Maar de opbrengstbonus is nu al 73%. Dus dat walsen is misschien niet echt nodig. Moeten we ook weer een machine verkopen. Dus misschien kunnen we dat beter voor nu gewoon laten. Laten we ook meteen even het andere landje bemesten. Hoeft waarschijnlijk ook maar één keer heen, één keer terug. En dan is dat wel gewoon gedaan. En je ziet, we hebben helemaal niet veel gebruikt, joh. Wacht, hoeveel hebben we nodig voor dit landje? We hebben nu 1915 liter in de strooier zitten. Dus ik schakel hem gewoon in. Dan rijden we één keer heen. Gaat op deze manier perfect. En één keer terug. Kijk hoe weinig we verbruiken over, by the way. Dat is niet veel. Uitzetten. Dan nog één keer terug. Weer aanzetten. Ja, niet eens 100 liter. Niet eens. Helemaal niks, joh. 50 liter misschien? 60? Oké, dan hebben we meer dan genoeg kunstmest op dit moment. Meer dan genoeg. Dus dan is het, ja, dan is het de prijs echt wel waard, hoor. We hebben nog 1858 liter nu in de andere wagen zitten. Dat is echt, echt wel waard. Ik parkeer hem heel even voor nu hier. Want we moeten natuurlijk dit land weer gaan ploegen. Het is niet zo dat wij na elke oogstbeurt daadwerkelijk moeten ploegen. Maar omdat ik dit land net heb gekocht, is het wel handig om dat voor nu te doen. Dus ik draai de ploeg even. Dit hebben jullie overigens geleerd. Die ploeg die kan je draaien en daardoor kan je beter je lijn aanhouden. En dan mis je dus ook geen plekje. Dus thanks sowieso voor de tip natuurlijk. Want dan kan ik hem nu gewoon droppen. En wat we dan doen is we rijden heen. Perfect op deze manier. En dan op het moment dat wij terugrijden, dan draai ik die ploeg weer om. En dan kunnen we precies over die lijn in. Oei, hij heeft het wel moeilijk mee hoor. Ploeg kost heel veel vermogen. Kost heel veel pk van de trekker. En we rijden natuurlijk in eigenlijk de kleinste trekkers die we kunnen. En ik rij bergopwaarts. Ja, ik moet hem niet zo gaan ploegen. Ik moet andersom gaan rijden. En nu moet hij wel gewoon wat sneller gaan. Kijk, 7, 8 km per uur. Dat is op zich wel netjes. Voor een ploeg die helemaal diep de grond in gaat, is dat wel netjes. Let's go. Het laatste stukje. En de eerste lijn is gehaald. Dan gooi ik hem omhoog. En terwijl we dan aan het keren zijn, moet ik hem dus draaien. Kijk. We leren as we go. Want wat ik dan kan doen, is omdat die ploeg natuurlijk nu aan de andere kant naar beneden zakt, is ik kan gewoon deze lijn opnieuw volgen met mijn band. Dan hoef ik hem alleen nu te droppen.
En dan mis je eigenlijk, zoals je kan zien, geen enkel stukje. Kijk, dit is perfect. Ja, je moet hem inderdaad draaien. Nu kan ik gewoon letterlijk die lijn aanhouden wat we net hebben geploegd. Als ik gewoon mijn rechterbanden op die eerste lijn hou, dan missen we geen enkel stukje. Ja, dit is ideaal. Dit is letterlijk ideaal. We moeten dus wel zorgen dat we hem elke keer omdraaien na elke bocht. Hey jongens, thanks voor de tip. Zie je wel? Kijk, we leren wel. Kijk eens aan. Het veld is bijna helemaal geploegd. Ik heb geen enkel stukje gemist deze keer. Behalve helemaal op de uiteindes. Maar we doen het zeker weten wel ontzettend goed. Het laatste randje kunnen we nu meepakken. En dan kunnen we kalk gaan strooien. Dan kunnen we daarna gaan inzaaien. En dan zit de dag er denk ik wel op. Want dan hebben we alles uitgevoerd wat we kunnen. En dan moeten we gewoon wachten tot het gaat groeien. Wachten tot we weer kunnen bemesten. En dan hebben we echt ontzettend veel gedaan. Dus het laatste randje maken we hier af. Maar dan moet ik natuurlijk wel weer eerst de kunstmest eventjes eruit halen. Het is in de toekomst handig om twee van die strooiers te hebben. Want nu moet ik elke keer natuurlijk het er weer uitgooien, wat niet heel erg handig is. Maar ja, we moeten ons geld nog wel versparen. Even keren hier. Weer netjes de ploeg hier neerleggen. Hoppatee. Boom. Ook gewoon op de grond gooien. Ik zou hem rustig kunnen laten zakken, maar ja, daar ben ik te lui voor. We laten hem gewoon een klein beetje uit de lucht vallen. Voor de special effects, hè. Dan dump ik de kunstmest eventjes naast de kalk. Lossen. Hoppatee. Oh, kijk, die staan meteen wel netjes. En dan heb ik heel mooi onze kalk hier opgestapeld, maar dan moet het er wel weer in. Gooi hem maar bij. Kalk erin. Oh, we hebben ook niet meer heel veel kalk zo te zien. 305 liter, gelukkig. Hebben we nog wel ook die andere pallet. En die zit nog volgens mij nog helemaal vol. Ja, kijk, 11%, 12%, 13%, 14%, 15%. Ja, we hebben nog wel genoeg. We hebben meer dan genoeg nog. Hoppatee, 20%, 2300 liter. Dan ben ik ook even benieuwd hoeveel kalk we nodig hebben om dit land te kunnen bestrooien. Dus ik ga dat ook even in de gaten houden. We hebben nu 20%, 2300 liter. Dan kan ik vanaf hier hem starten. Hoppatee, starten maar. En gas erop. Oh, en kalk. Oei, kalk die heeft wel een vele kleinere breedte zoals je kan zien. Dus hiervoor moet ik wel een paar keer heen en weer. En dan mis ik natuurlijk ook dat hele strookje aan de zijkant. Dat is niet heel handig van me. En je ziet ook hoe snel die kalk afloopt. Maar uiteindelijk, het levert ook wel weer meer op. Dus het is het wel waard. Dat is één keer. Ja, hiervoor moeten we wel wat vaker heen en weer. Ik denk dat als ik hem hier erop stuur, dat we precies aansluiten. Nee, ik kan ietsje meer naar de zijkant nog. Dus even een beetje leren allemaal. En dan pak ik dat laatste strook die daar aan de zijkant zit nog wel eventjes mee. Want het is zonde om dat zo te laten. Alleen hoop ik wel dat we genoeg hebben bij de wee. We hebben nog maar 12% op dit moment. Het gaat snel. Oei, oei, oei. Hop, stoppen maar. Kan ik dit in één keer pakken? Ik hoop het. Ja, dat pakken we in één keer. Awesome. Dan hebben we nog wel genoeg voor dat kleine stukje. Maar je ziet het. Die kalk gaat veel sneller op. Je gooit veel meer kalk op het land dan je daadwerkelijk de kunstmest strooit. Dus dat zijn dingen die we echt wel in de gaten moeten gaan houden. Voor nu is het een beetje experimenteren hoeveel moeten we kopen. Hoeveel geld zijn we daar uiteindelijk aan kwijt. Maar als we dat allemaal een beetje onder de knie hebben, dan komen we ook volgende keer in één keer genoeg. Even dit laatste strookje nog meepakken. Ziet er ook niet uit namelijk. Hop, zet hem maar aan. Klaar. Awesome. 5% kalk over hierin. En dan parkeer ik hem wel weer even netjes in. Piep, piep, piep. Ik geef je wel één tip jongens. Als ik achteruit rijd, ga nooit achter me staan. Want ik ben er namelijk niet de beste in. Concentratie. Kijk. Netjes. Netjes. Awesome, laat hem daar maar staan. Dan is het nu wel de vraag, wat gaan we inzaaien? We hebben natuurlijk nu al op twee stukjes land hebben we tarwe staan. Dus het is niet handig om hier ook nog tarwe op te gaan zetten. Maar wat is wel handig? Wacht, we zitten in de maand oktober. Wat ik kan doen, is ik kan heel even snel kijken bij de winst wat in... Wacht, dan moet ik wel gaan nadenken. Het duurt ook even voordat het groeit. Dus het is nu oktober, november, december, januari denk ik dat het wel klaar is. Dan moet ik namelijk even kijken wat in januari het meeste oplevert. Tarwe zit dan wel echt aan de top. En eigenlijk bijna alles wel wat we nu kunnen planten.
Alleen de vraag is ook, hoeveel maanden heeft het nodig om te groeien? Dat weet ik natuurlijk niet. Sojabonen. Misschien is sojabonen wel het handigste om gewoon opnieuw weer te planten. Kan ik dat met deze machine? Ik ga even snel checken. Tarwe, gerst, haver, koolzaad, sojabonen. Ja, op zich. Ik denk wel dat dat het handigste is. Dan kan ik namelijk op het moment dat de prijs juist is, kan ik gewoon in één keer dat allemaal verkopen. Dus ik ga gewoon opnieuw. Er heeft al koolzaad gestaan. Ik ga gewoon opnieuw ook weer koolzaad planten. Dus schakel de rotor maar in. Schakel de zijmachine maar in. Hoppatee. En dan gaan we gas geven. Nice. We zijn weer aan het planten hoor jongens. Daar gaan we weer. Super, super awesome. En dan zaaien we dit hele land nog eventjes in. En dan kunnen we vandaag niets meer doen. Dan hebben we letterlijk alles wat we kunnen gedaan. Die stenen overigens. Ik zou die stenen kunnen ophalen. Maar dat moet ik waarschijnlijk dan elke keer doen. Want die kleine stenen. Het ding is, je machines gaan er iets sneller van kapot. Alleen, als ik elke keer die stenen moet gaan ophalen, dan kost dat zo ontzettend veel tijd. Dus dat is een beetje een overweging. Laat ik de machine iets sneller kapot gaan, of ga ik elke keer die stenen oprapen met de stenen oprapen? Ik laat ze gewoon liggen voor nu. Het zijn ook niet hele grote steentjes, dus op zich moet ik niet heel veel kwaad kunnen. En dat inzaaien gaat wel snel, joh. 12 km per uur staat de cruise control op. Sneller kunnen we ook niet, dus dat scheelt. Met het magische werk van editen is het veld al bijna ingezaaid. Maar wat ik nog wel even moet checken vandaag is... Ik moet kijken wat er tweedehands in de aanbieding is. We hebben een transportwagen hebben we niet nodig. En we hebben een T9 Nieuw Hollands Trek Series voor 2 ton. Het is een hele mooie trekker, eerlijk is eerlijk. Die heeft ook gewoon 682 pk. Alleen, ik heb die nog niet nodig. Die trekker hebben we echt, echt nog niet nodig. Dus die ga ik ook nog niet aanschaffen. Elke dag is die tweedehands winkel daadwerkelijk anders. En we moeten dus ook zorgen dat we hem elke dag even checken. Want er kan zomaar een machine in staan die we op dit moment nodig hebben. Want op het moment dat die tarwe gegroeid is, kunnen we als het goed is ook het restafval ophalen. En natuurlijk met een hooiwagen, of hoe noem je dat? Met een balenwagen in balen persen. Dus die hebben we natuurlijk ook nodig. En we zouden eventueel wel machines kunnen huren. Alleen voor deze kleine veldjes, dan huren we hem hele dag. Terwijl we misschien maar een half uur mee bezig zijn. Dus ik vind dat zonde. En het liefste koop ik dus gewoon de machines die we op dit moment nodig hebben. Maar ja, ons geld gaat dan wel langzaam en langzaam een beetje op. Het laatste strookje kunnen we nog meepakken. Hoppatee. En dit veld hebben we echt wel netjes ingezaaid. Netjes geploegd, netjes gekalkt. We hebben het echt wel netjes gedaan vandaag. Ik ben gewoon helemaal trots op mezelf, ja. En ik weet hoe vervelend het is als gewoon je iemand in een video kijkt en hij mist een bepaald stukje. Dat is zo verschrikkelijk. Want het ding is, als je de video kijkt, dan kan je er natuurlijk ook niks aan veranderen. Want je kijkt de video, het is al gebeurd. En ik probeer dus ook daadwerkelijk voor jullie alles mee te pakken. En voordat jullie het in de reacties zetten, ik weet het. Ik ben hier een stukje gemist. Dus speciaal voor jullie, jongens, pak ik dit stukje helemaal hier verderop nog eventjes mee. Als ik dat geploegd heb. Wacht, heb ik dat wel geploegd? Kan ik het nog meepakken? Kijk! Speciaal voor jullie jongens. Kijk, kijk, kijk. En dan hebben we alleen hier 3 stukjes gemist. Dat is letterlijk het enige wat ik heb gemist. Ik heb de machine weer uitgezet. Dus de toeren zijn weer omlaag gegaan. En dan zijn we klaar voor vandaag. De tarwe die zal rustig doorgroeien. De sojabonen kunnen beginnen met groeien. Die moeten we de volgende keer wel even gaan bemesten. En dat is alles wat we kunnen doen. Ik weet niet of een kippetje al een eitje heb gelegd. Dus ik ga heel veel snel er nog naartoe lopen. Ik parkeer deze weer even netjes in. Even laten zakken. Afkoppelen. Awesome. Dan parkeren we de Nieuw Holland Trekker. Oh, pas op voor de combine, jongens. Dan parkeren we de Nieuw Holland Trekker ook weer even in voor de nacht. En dan is het klaar. Over en uit met de pret voor vandaag. Niks ingeparkeerd. Ik wil alleen even kijken of er misschien al een eitje is gelegd. Ik denk het niet hoor, want we zijn echt pas een paar uurtjes nu verder. Maar dat is jammer. We gaan volgende keer meteen kijken of er eitjes zijn gelegd. Want ik ben er heel erg benieuwd naar namelijk. Voor nu zit deze video er wel op. Deze dag in de Farming Simulator er wel op. Dus mocht je hebben genoten, ram natuurlijk zo'n keihard blijven. Zou ik super gaaf vinden. Vergeet natuurlijk niet te abonneren op mijn kanaal. Om op de hoogte te blijven van alle nieuwe afleveringen. En ook alle nieuwe uploads. En dan zijn we zo snel mogelijk weer terug met een nieuwe dag. Dus hopelijk ook weer tot de volgende keer. Bye bye mensen.